Henk de Jong staat inmiddels in... Mag je aan Henk ook wel eens vragen, inderdaad? Want hij zegt zijn eigen rol... Die drukt hij een beetje weg, hè? Dat ze het samen doen. Maar... Ja, Henk, even over jouw rol zelf. Ben ik toch wel benieuwd naar, eigenlijk. Dat houden we mooi zo. Dat drukken we mooi weg. En laten we maar lekker werken. Maar Henk, we hebben het voor elkaar gekregen dat we het met z'n allen doen. En dat vind ik het altijd belangrijkste in voetbal. En wat we vandaag niet hebben gedaan, dat is goed voetballen. En dat hebben we bij Vlagen ook gedaan in de competitie. En ik zei net tegen Sander, mijn assistent, dit wordt waarschijnlijk een klote wedstrijd. En daar weten jullie alles van. Als je die speelt, dan win je een plaats vaak ook nog. Maar we hebben gewoon vandaag gezwijnd natuurlijk. Want zij waren beter. Heb je nog een beetje, want Sparta verloor natuurlijk eerder vandaag. Ook favoriet in hun wedstrijd tegen Emmen. Heb je dat nog een beetje meegenomen richting jouw wedstrijd? Nee, dat heb ik helemaal afgesloten. Wat ik wel een paar keer mee heb genomen is mijn oude clubje Cambuur. Hè, dat die 4-1 voor stond. En daar ben ik helemaal niet blij mee dat dat gebeurde. Maar dat was voor ons wel een voorbeeld dat je nooit moet onderschatten. En nou, dat hebben we niet gedaan. Maar we speelden gewoon slecht. Net of zaten we onder hoogspanning. Terwijl we dat juist elke keer proberen weg te halen. Maar ja, het was zo. En dan zie je vaak slecht voetballen en wel winnen. Nou, ben je al een keer eerder gepromoveerd, een aantal jaren geleden met Cambuur. Toen was je interim trainer, toen werd je uiteindelijk eerst in de competitie. Nu dan via de play-offs. Kun je het een beetje vergelijken, deze promotie, met van toen? Ja, dat was toen ook samen. Alfons Arts die ging eruit. Toen 8 wedstrijden voor Rijn, toen hebben we 7 keer gewonnen. Maar dat vond ik ook een kampioenschap samen met Alfons, hoor. En dit hebben we eigenlijk zelf gedaan met mijn mensen hier. Hè. En daar ben ik heel trots op. Als je ziet waar we begonnen zijn, vorig jaar stonden we 12e. Dan zijn we met jongens weggegaan. We hebben 2 jongens van Telstra gehaald, 2 wissels van VVV. Mientia Bene was eigenlijk wissel bij Utrecht 2. Nou, daar zijn we mee gaan bouwen. En nou, dat leidt tot dit. Nou ja, dan hebben we het met z'n allen wel goed gedaan. Henk, scouten jullie heel erg, zoeken jullie heel erg spelers ook die, dat horen Bednarek namelijk net zeggen, heel erg jongens op karakter. Waarvan je denkt van, nou, die willen zichzelf ontwikkelen, maar die kunnen ons echt als team heel sterk maken. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Ik heb met Philip echt gevechten gehad. Hè. Philip is een Pool en die is echt op zichzelf gericht. En daar hebben we echt een teamplayer van gemaakt. En ik heb hem wel eens bij zijn kop gehad, dat ik zijn kop eraast afdraaide. En dat mag ik nu wel naar buiten vertellen. maar dan ben ik niet goede Henkie, hoor. Dan ben ik echt kwaaie Henkie. En dan sla ik ze bij wijze van spreken knock-out als moet. Maar het gaat om wat we samen doen. En dan word je zelf ook veel beter. En Philip is daar een mooi voorbeeld. En dat hij dat zegt, dat is het mooiste compliment wat we kunnen krijgen. Overigens wel een mooie weg, hè? Want jij bent er natuurlijk ingestapt toen de Graafschap 18e stond vorig seizoen. Nou ja, de play-offs heb je toen net niet gehaald. Maar de weg naar boven is eigenlijk wel heel geleidelijk zo gegaan, hè? Met de Graafschap, met dit als toetje. Ja, mooi. Weet je wat mooi is? Jan Vreeman werkt ook nog mooi bij ons, hoor. Dat is gewoon een collega van mij hier. Dus ik vind het ook mooi, hè? Jan heeft vanmiddag gewonnen met de belofte, gelukkig met 2-0. En die hoort hier ook gewoon bij. En dat is natuurlijk wel mooi in deze club. En nu? Flink wat biertjes en nog een groot feest vanavond? Nou, ik moet zeggen, ik zie me nu op televisie, maar ik zie er al uit of ben ik later zat. Maar ik heb niet zoveel geslapen en ik heb dat spul over mijn kop gehad. Maar ik ga er wel wat biertjes in gooien. Misschien ik ben nu een beetje vermoeid, maar dat is misschien de leeftijd. Dan zal het ook wel weer weggaan. Laat het maar een mooie zomer worden. Ik denk dat ik vanavond het gebit over dwars heb, hoor. Ja, het is wel een vast gebit, hoor, maar ja, dat zit over dwars. Ja, en nu lekker gaan scouten richting de Eredivisie. Henk, nogmaals gefeliciteerd. Dan maak een mooi feestje van. Top, jongens. Hartstikke bedankt daar ook, hè. Doei, hoi. Doei, ik moet daarin kijken. Doei, doei. Ja, heel goed. Wij gaan...